Laten we even terug naar de dag van gisteren. Dat was een malle dag. Je bent met Rob. We zijn echt goede vrienden van elkaar. En dan toch daar kunnen leren met elkaar toch weer op een andere manier kennen. Als we met ons tweetjes zijn, kan er soms iets ontstaan. Ja. Voor mij was het heel bijzonder, want Erben is 11 jaar jonger. En Erben en ik houden elkaar, denk ik, verbeteren we enorm in balans. Door die 11 jaar begin ik soms ook een beetje een oude lul te worden. En hij weet wat ik fysiek kan en ik vind het wel vaak goed. Ik heb 90% van de tijd achter Rob gezeten. Het was prachtig om achter die sterke dijen van Rob aan te mogen. Je moest er even met je vingers aan zitten. Juist. Dat is iets magisch. Ik heb niks van het land gezien. Nee, nou, we hielden elkaar vast. Het was machtig mooi, want ik bedoel, we zeiden van tevoren, doen het rustig aan. We doen er gewoon 5-6 uur over. En bam! Hij gooit hem erin. Hij speelt ermee als een zeeman, zeg maar. Woef. En dan ging het weer. Ik heb me afgezien. Onze vriendschap is af en toe flink getest, hè? Ja, maar volgens mij zijn we er beter uitgekomen. Het was een hele speciale dag. Is dat wat voor jou ook, Marijn, dit? Ja, absoluut, maar niet met die twee. Ja. Ja.